Weet je wat ik de belachelijkste uitvinding vind van voorbij jaar, waarvoor dat ze ons hebben proberen te winnen? Waar ingenieurs aan gewerkt en productontwikkelaars. De Aquatube. Dat is geen ingewikkeld irrigatiesysteem voor Afrika. Nee, de Aquatube, dat is het doorspoelbaar wc-rolletje. Heb je dat gezien op televisie? Doorspoelbaar wc-rolletje. Als je gedaan hebt, als het laatste blaadje weg is, moet je nu dat rolletje in het toilet werpen en moeten roeren. Ik heb het gedaan. En dat duurt veel langer dan op televisie. En dat water wordt helemaal niet blauw. Maar het meest verrassende, als dat volledig opgelost is, dan staat het daar, hè. En dan heb je niks meer om je vingers aan af te vegen, hè. Ja, maar dat vat het allemaal samen. Wat was er mis met dat gewone kartonnen rolletje van de traditionele wc-rol? Ja, maar dat heeft ons toch veel uit de nood geholpen, hè? We hebben dat toch allemaal meegemaakt, hè? Dat er dan een toilet binnenkomt en dat je ziet, oh, geen papier meer. Oké, dan karton. Wat was er mis met gewone rolletjes van vroeger van de wc-rol in karton? Miljoenen kinderen zijn ermee opgevoed met een gewoon wc-rolletje. Wij allemaal in de kleuterklas, al uren hebben ze ons stilgehouden met wc-rolletjes. In onze tijd bestonden nog geen Relatine. Dat is toch waar? Alleen, ik herinner me nog, in het eerste kleuterklasje moesten een palmboom maken met een wc-rolletje. Dat was gewoon dat rolletje en drie groene blaadjes, ja. En je nam dat dan mee naar huis. Ik zie nog die ogen van mijn moeder, jong. Schoonste cadeau dat ze ooit gekregen had. Tot jaar daarna, want dat was met twee wc-rolletjes. Tweede kleuterklasje moesten Sinterklaas en Zwarte Piet maken. Herinner je nog zo? Dat was een wc-rolletje met een beetje watten. Dat was Sinterklaas. En dan zo één wc-rolletje dat er volledig zwart moest schilderen. Toen waren er nog zo geen details, hè. Op het einde zag ik er zelf uit zoals een zwarte. Hè? Want omgekeerd dan, hè? Alleen zwarte handjes en al de rest wit. Hè? Ja. En derde kleuterklasje was het al niet meer met wc-rolletjes. Dat was het al voor des evolué. Ja, dat was het met lege doosjes smeerkaas. Hè? Hey, van Lorette Onkelings. La vache qui rit. En wat moesten doen met zo'n leeg doosje smeerkaas? Daar moesten een horloge van maken, een klok. Herinner je nog? Dat was omdat je in derde kleuterklasje moest leren het uurwerk lezen. Nee, de horloge, de klok lezen. Ja. Weet je waarom dat je moest leren in het laatste kleuterklasje? Nee, omdat het jaar daarna naar het eerste studiejaar ging. En in het eerste studiejaar deed je je eerste communie. En dan kwam je in contact met de pastoor. En dan moest je weten hoe laat dat was.